Het is een understatement om te zeggen dat we niet onderdoen voor Duitsland. Eigenlijk hebben we daar niches waar we gewoon excellent zijn. Dus zijn we interessant voor iedereen. In Duitsland zitten vaak de primes, de hoofdaannemers. En zo'n prime krijgt dan bijvoorbeeld de opdracht van ontwikkel de nieuwe Ariane 6. Dat is een nieuwe raket. En daar zit dan hier in Bremen zit de hoofdaannemer. En die gaat natuurlijk op zoek naar welke partijen kunnen mij, geven mij het meest solide gevoel. Daar moet je tussen zitten. En dat betekent dus alleen al vanuit het institutionele geld. Altijd moet laten zien wat je kunt. Want als ze van dat programma starten, dan moeten ze weten welke partijen in Nederland iets goed kunnen. Dus bijvoorbeeld de zonnepanelen die we in Nederland kunnen ontwikkelen. Die zijn zo goed dat gewoon bijna elke ESA-missie kijkt gewoon Nederland aan van kunnen jullie de zonnepanelen leveren. En die kleine satellieten, daar zijn we als Nederland heel groot in. Wij als klein land groot in kunnen zijn. Daar doen we ook goede business mee.